Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. Onze gast van vandaag kennen we allemaal. En niet alleen door haar aanstekelijke enthousiasme. Ze is een Olympisch kampioene en een onvermoeibare politica. Ze kwam in 1977 in de Tweede Kamer en heeft daar maar liefst 8.321 dagen gediend. En ze werd ook nog staatssecretaris. Ze is erg populair en zet zich in voor tal van goede doelen. Ze wordt in 1943 geboren als een couveuse kindje. Om aan te sterken moet ze van de huisarts gaan zwemmen. Een gouden greep, want dat blijkt ze erg goed te kunnen. Ze wordt onder andere Europees kampioene. Zwemster Erika Termstra, die er twee won... Na het zwemmen heeft ze meerdere succesvolle carrières. En ze zegt zelf dat ze met al haar talenten niet genoeg heeft aan één leven. Erika, waarom doe je eigenlijk mee? Ja, goede vraag. Dat heb ik me de afgelopen dagen ook afgevraagd. Ik vind het feit dat er iets gecreëerd wordt en dat je een wisselwerking krijgt tussen echte mensen die iets kunnen en dan jullie gast, dat vind ik heel bijzonder. En ik grijp bijna alles aan om eens een keer iets te doen wat ik nog nooit heb gedaan. De kunstenaars gaan naar je kijken. Heb je iets waarvan je zegt, ik hoop niet dat het er zo uitkomt, of juist, ik hoop dat ik dat zie? Nou, ik hoop dat het niet alleen maar een foto is. Dat het echt gewoon iets uitdrukt van wat zo'n schilder in jou meent te zien. En daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Daar ligt een schone taak voor de kunstenaars. In het Limburgse Weert werkt Annelies Hoek vol passie aan haar portretten. In snel tempo zet ze een realistisch portret neer. Ze is trots dat ze de koningin heeft mogen schilderen. En zal zich met diezelfde bezieling storten op het portret van Erika. Erik Bosma werkt vooral grafisch. Hij isoleert zijn model en plaatst dat dan in een lege omgeving. Met diverse blauwtinten drukt hij zijn portret op papier of doek. Met zijn grafische blik zal hij Erika op geheel eigen wijze portretteren. Robin Seur woont al jaren in Duitsland. Houdt zich graag bezig met het innerlijk van zijn model. Hij heeft zich gespecialiseerd in spirituele portretten. Maar dan heeft Robin wel de sleutel van de ziel van zijn model nodig. Is Erika bereid deze sleutel te geven? De kunstenaars worden vandaag verwacht in het Kurhaus in Scheveningen. Erika woont daar letterlijk om de hoek en is er een graag geziene gast. Maar dat weten zij niet. Lieve kunstenaars, welkom in het Kurhaus. Deze plek heeft natuurlijk te maken met de gast. Heb jij enig idee wie het kan zijn? Geen idee. Ik denk dat het, wie het ook is, voor mij een verrassing is. Vinden jullie het eigenlijk belangrijk om te weten van tevoren wie het is, Annelies? Ja, het is wel, maakt wel een verschil waar je mee begint. Ja. Ik bedoel, een vrouw heeft andere dingen om mee te beginnen alvast. De haren meer. Heb je voorkeur? Nou, haar is wel fijn. Ik bedoel, iemand met Als een iemand heel is met haar, weinig hoog voorhoofd, zoals dat heet, is best wel moeilijk. Heb jij een voorkeur? Nee, ik heb geen voorkeur. Misschien ook wel prettig om juist niet te weten. Maar jij vindt het prettig om niet te weten? Ja. Laat de gast maar binnenkomen. Dat is wel leuk, ja. Laat de gast maar binnenkomen, zei je dat? Ja. Dan zou ik ook zeggen, laat de gast maar binnenkomen.
Ah. Goeiedag. Fantastisch. Hallo, dag. Leuk, ik zei bijna Erika. Maar ja, alsjeblieft, ja, alsjeblieft, graag. Annelies. Dag, Annelies. Ja, ik ben Robin. Dag, en ik ben Erika Terpstra. Ja, ken ik toch. Oké. Okay. Ja, toch. Dat is, hè, zwemmen. Ja, ze is nog steeds zwemmen. Ja. Die kent die nog wel, hè? Ja. Ik heb bijzonder wedstrijden gezwommen. Hallo. Erik Bosma. Dag, Erika. Dag, goed, dit is jullie model, mensen. Super. Ja? Hier moeten jullie het mee doen. Mogen jullie het doen? Heel erg. Ik vind het geweldig dat jullie dit willen doen. Ik ben zo benieuwd. Zo benieuwd. Erika, ik zou je willen vragen. Ja. Schitterend. Ja. Ga je zitten? Kijk, volgens mij, als dit programma afgelopen is, zijn we goede vrienden van elkaar. Ik geloof nu al, maar dat kleeft een beetje aan jou, hoor. Het is echt, hè? Wij zien alleen maar foto's en filmen. Ja, dat is heel anders. Het is heel anders. Toch. Hoe kijk je hier nou naar? Ja, met verbazing. En toch ook weer heel vertrouwd, want ja. Je begint gelijk te kijken zoals een schilder. Zo van, hoe ga ik dat neerzetten? Ja, ja. Ja, u wordt gewoon even gereduceerd tot een peer. Ja, beetje sterk, beetje tot een peer, hè? Don't rub it in. Welke soort had u graag? Succes. Dank je. En veel inspiratie. Na dit gezellige intermezzo gaan de kunstenaars echt aan het werk. Tijd om Erika langdurig te bestuderen. Erika, hoe is het om op dit podium te zitten? Om dit publiekje te hebben? Het is net alsof je in een film zit. Dat is natuurlijk ook zo. Weet je, ik vind jou... enorme blijheid wel een beetje vermoeiend. Dat begrijp ik, ja. Dat begrijp ik, dat hoor ik ook wel eens van mensen. Dat ze moe worden van... Ah, man, fantastisch. Ja, maar... Kijk, als je dit nou meemaakt... dan kan je toch niet met zo'n gezicht gaan zitten zeggen van... ik vind er niks op? Nee, dat is misschien het andere uiterste. Maar heb je wel een situatie waarmee je met zo'n gezicht zit... en denkt, ik vind hier gewoon niks aan? Nou, zelden. Maar dit kan toch echt niet bestaan? Dit bedenk je. Ik bedoel, je hebt het gewoon naar je hand gezet. Want zo kan niemand ontworpen zijn zoals jij. Nou, dat is nou een van de vragen die ik nu ga proberen te onderzoeken op mijn reizen. Van hoe komt het dat de een zo gebakken is en de ander zo? Wat is jouw talent? Ik hoop dat mensen herkennen dat mijn talent is dat ik... hoe divers mensen ook zijn, respect voor ze heb en van ze hou. Is het niet een beetje raar, ja, sorry dat ik zo aan de andere kant van de boot hang, maar om van iedereen te houden of voor iedereen respect te hebben? Er zijn toch ook mensen die gewoon stondvervelend zijn en niet deugen? Nou ja, dat leer ik van de Dalai Lama. Dat je ook voor die mensen... respect moet hebben. Wat is nou jouw zwakte? Ongeduld. En misschien ook wel... geen maat weten te houden. Ja, maar wat is nou echt... Wanneer heb je nou eens een hekel aan jezelf? Dan denk je, verdorie, Erika. Hou eens op. Het spijt me ontzettend, maar dat heb ik niet zo erg. Oh, nee. Dat heb ik continu. Echt waar? Ja. Maar dan heb je een heel moeilijk leven. Ja. Dankjewel voor het respect daarvoor. Maar... nee, maar dat ken je ook niet. Dat je af en toe je geneert. Of dat je af en toe denkt, ik ga gewoon. Zo ben ik niet gebakken. En ik ben zo langzamerhand zo aan mezelf gewend. Dat ik denk van, ja, je moet ook niet proberen om anders te zijn dan je bent. Nee. Huil je wel eens eigenlijk? Ik huil wel eens, ja, maar... Wat is de laatste keer? Nou, echt huilen en niet om een film, hè? Nee, echt van ontroering. Ja. En van verdriet. Nou, laat ik beginnen met ontroering. Ontroering van... Mijn oudste kleindochter is 18 geworden. En we hebben een feestje voor haar gehad. En als ik dan keek naar... hoe mijn zoon, haar vader... zo trots op te was. Dat, ja, daar word ik ontroerd van. En ook nooit dat je denkt... dat is mij toch niet gelukt. Zo'n liefde.
zo met kinderen. Ja, ja, ik heb daar heel veel verdriet van gehad. Als je het nou hebt over verdriet, ja. Dat, en ik zie dat ook als een nederlaag. Want ja, je wilt toch winnen. Je duikt erin. Je wilt dat, je in het wilt huwelijk dat, bedoel je? In het huwelijk. Je wilt dat gewoon op een goede... Ja, dat wil je goed doen. En dat lukt dan uiteindelijk niet. Dus dat is echt... Ja, dat is jammer. En als ik dan zoiets zie, dan neem ik mijn petje daarvoor af. Is dat wel eigenlijk een van de echte nederlagen in je leven? Ja, absoluut. Die scheiding? Absoluut, ja. Ja. Als je zoveel energie geeft aan alles en iedereen... Echt een overdosis, vind ik, hoor. Maar goed, zoveel energie. Waar zit je laadpunt eigenlijk? Toch thuis. Toch thuis in de beslotenheid van... Ik heb ook nog nooit camera's thuis gelaten, want het is mijn kokon. En ja, daar kan ik me opladen. En dan mooi boek lezen, mooie muziek luisteren, kaarsjes aan. Een lekker joggingpak aan. En... Absoluut. God, een heerlijk beeld. Dat is jouw laadpunt. Ja. En er komt niemand bij. Daar komt niemand bij. Annelies, zo te zien heb je al een keuze gemaakt voor het soort portret wat je maakt. Ik denk het wel, ja. Ik denk ja. Dat ik hiermee verder ga. Dus niet alleen het hoofd, maar... Ja, vooral het monumentale van deze vrouw. Hoe is ze als model? Fantastisch. Fantastisch? Ja, fantastisch. Wat maakt haar fantastisch dan? Ja, het is duidelijk, hè? En ze is ook zelf een heel duidelijk mens, vind ik. Dat vind ik zo mooi aan haar. Het is gewoon klaar. En die achtergrond, die had je al? Ja, die had ik. Ik had op goed geluk iets met rood bedacht. Ik dacht, als het nou groen moet worden, dan schijnt dat rood erdoor. En dan krijg je wat levendigheid in de toetsen en in de verf. En dan komt deze mevrouw binnen. En dat klopt helemaal met dit persoonlijkheid. Dit warme, levendige, fantastische mens. Ja, sorry, ik kan niet anders zeggen. Ja. Ik word zo nieuwsgierig. Ja, ze mag niks zien, hè? Dat is jammer, hè? Robin, ik heb begrepen dat jij natuurlijk gewoon technisch portretten kan maken. Maar dat je ook portretten kan maken waarbij je meer ziet dan ik bijvoorbeeld zie. Ja, het is een beetje zo als ik een huis heb, dat ik alleen maar van buiten zie. Dan kan ik dat van buiten goed schilderen, maar dan weet ik niet hoe het gemeubileerd is en hoe het ingericht is. Dan heb ik de sleutel nodig. Ah. En dan mag ik erin. En dat is eigenlijk wat ik bij die persoon dan ook vragen moet. Krijg ik de sleutel om erin te kijken? Nou, vraag het. Erika, denk je dat het gaat? Dat ik je andere persoonlijkheden ook op het schilderij zetten kan? Ik zou het geweldig vinden. Ik ben zo nieuwsgierig wat je ziet. Ik heb vertrouwen in je. Dank je wel. Ga je gang. Is nu het contract gesloten dat jij de sleutel hebt van het huis? Dat kun je Erika zeggen, Terpstra? Ja. Maar ik wil die sleutel later wel weer terug, hè? Nou, Erika, daar hebben we het later nog over. Dat komt. Dat zien we maar. Erika barst zo langzamerhand van nieuwsgierigheid wat jullie allemaal aan het doen zijn. Ik kan alleen maar zeggen, hier zit ze. Dit is haar gezicht. Ben je zelf tevreden? Redelijk tevreden. Ik denk dat nog aardig wat gedaan moet worden. Want uiteindelijk ga ik deze schets gebruiken op heel ander materiaal. En werk ik ook met heel ander materiaal. Wat voor materiaal? Ik maak carborundum drukken. En carborundum is een metaalpoeder. En ik schilder zeg maar mijn portretten met houtlijm en carborundum. Hou je van houtlijm en carborundum? Ik kan me er weinig mee voorstellen. Maar heel spannend. Wat vind je van haar als model? Onrustig, hè? Onrustig? Nee. Maar, nee, ja, prima. Heel goed. Mooi model. Absoluut, ja. Thank you.
Erika, als ik jouw leven zo overzie, lijkt het wel of je vier levens, of wel meer misschien, maar vier carrières hebt gehad. Is dat een kwestie van goed plannen? Nou, het is vooral een kwestie van verwondering. Dat het je wordt aangereikt, want het is eigenlijk geen planning. En dat is ook een stukje van mijn nieuwsgierigheid. En die is nooit, die blust nooit. Je bent nu 67, je wordt een dagje ouder. Zeker. En dat merk je ook. Maar ik hoop dat ik tot mijn laatste snik nieuwsgierig blijf. Wat vind jij van deze tijd? Onder andere de tijd waarin jouw partij samengaat met een partij die juist heel Hollands, heel benauwd is, heel erg tegen andere vormen van geloof. Wat vind jij daarvan? Ja, nou, laat ik eerst zeggen dat ik vind dat je het jammer moet vinden dat onze samenleving zo verruwt. Want verruwing is altijd een gebrek aan respect. En er zijn altijd vormen geweest in een samenleving waar ik het hartgrondig mee oneens ben. En ik probeer dan op mijn manier, al is het maar zo'n klein beetje, een tegenwicht te geven. Zou jij nog terug kunnen naar de stoelen in de Tweede Kamer? Zou je je nog thuis voelen in de politiek? Nee, ik zou me niet meer thuis voelen in de politiek. Vanwege dat respect, dat gebrek aan respect. Met al jouw ervaring, alle wijsheid die je hebt vergaard, wat wil jij je kleinkinderen meegeven? Twee dingen. Maar dat zijn de dingen die ik ook thuis heb geleerd. Woeker met je talenten. En als je gelukkig bent, probeer dat vandaag nog over te dragen aan een ander. Dat heb ik geleerd toen ik een jaar of 8 was van mijn vader. En daar kan je wat mee. Daar kan je wat mee, ook als je niet een persoonlijke God hebt. Je kan er wat mee door het idee te hebben dat je een ander wat geeft. De eerste dag zit erop. De kunstenaars moeten stoppen. Ze maken nog wat foto's en dan gaan ze de komende weken heel hard werken in hun ateliers. En Erika moet wachten. En moet haar nieuwsgierigheid bedwingen tot de onthulling. Wij mogen een week later al wel spieken naar wat de kunstenaars tot nu toe hebben gemaakt. Robin is al een eind op weg, alleen is hij nog wel op zoek naar de innerlijke Erika. Iedereen vindt Erika een rots in de branding en positief en krachtig. Heb je ook een andere kant van haar gezien? Ja, wat ik waarneem, dat kan men in de handen zien. Dat is, ze zoekt toch eigenlijk ook rust die ze mist. Ze is zo druk met alles en ze moet zich altijd zo naar buiten toe stralend presenteren, dat ze van binnen, denk ik, momenten heeft dat ze denkt, ha, eindelijk niemand. En eindelijk maar stilte. En eindelijk kan ik doen zoals ik echt ben. En ik hoop dat in een van de persoonlijkheden we zien kunnen wie ze echt is. Dat heb jij niet gezien? Ik heb beelden gezien, maar zolang ik het niet op het doek heb, heb ik het niet vast. Dan zwemt alles door elkaar. Hè. Het is moeilijk te verklaren. Zijn het persoonlijkheden die Erika zal herkennen als ze het schilderij ziet? Zeker. Ik herken ze niet. Ik kan ze alleen maar daarstellen. Maar zij, als ze dat ziet, dan had ze vast dat van, ah, dat geloof ik meestal, dat is tot nu toe bij alle portretten gebeurd. Ja. Oh ja. En nu komt er een moment dat zij de schilderijen gaat zien, ook dit schilderij, mm-hmm, met al die verborgen zielenschepsels van haar. Zal het haar bevallen, denk je? Dat hoop ik toch. Ja, en ook Erik hoopt dat zijn portret bij Erika aan de smaak zal vallen. Ik zie hierop heel glad karton. Een heel erg mooi portret al van Erika, met een soort spul. Waar ben je mee bezig? Waar ik mee bezig ben, is het portret van Erika op een plaat vast
te maken. Waarbij ik metaalpoeder gebruik, maar ook andere materialen. En als het eenmaal op die plaat zit, ga ik het inkten. En vervolgens wordt het gedrukt op papier. Door middel van een etspers. Dus dan krijg je gespiegeld, neem ik aan. Gespiegeld. Een heel ander portret dan dit. Klopt. Maar het wezen van Erika blijft erin, hè? Het wezen van Erika blijft erin, inderdaad. Ja, wat vind jij het wezen van haar? Wat zag je? Wat ik zag is... Erika komt op mij over als een heel hartelijk persoon... die naar mijn mening oprechte interesse heeft getoond in ons, als in de kunstenaars. Maar die ook iets van eenzaamheid uitstraalt. Ik denk dat zij zich heel gemakkelijk voelt in de rol waarin zij de vragen stelt... maar zich wat minder gemakkelijk voelt wanneer haar persoonlijke vragen wordt gesteld. Annelies is nog aan het worstelen met het portret van Erika... en is op een ander doek begonnen. Wat is er gebeurd? Ja, ik vond toen thuis kwam toch niet helemaal Erika. Wat voor soort vrouw ontdekte je? Een hele warme vrouw, een hele positieve... ontzettend actieve ook en een vechtersbaas ook. Hè? Mm. En ze wil ook iedereen ervan overtuigen dat als je maar vecht en iets doet, dan kom je ergens. En wil je dat allemaal tot uitdrukking brengen in je portret? Ja, maar er is ook wel een beetje een andere kant. Hè? Ze heeft ook een spirituele kant en daar gaat ze een beetje meer naar binnen. Maar ze blijft toch altijd die buitenkant van zichzelf heel erg naar voren brengen. Dus heeft Erika een makkelijk gezicht om te schilderen? Nou, het lijkt wel zo in het begin, maar het is niet zo. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En die ogen, ja, die gaan met het lachen helemaal dicht. Dus dan moet je een beetje voetelen. Dan moet je ze toch iets groter maken, omdat ze hele mooie ogen heeft. Moet je nog heel veel doen? Ja, er moet nog wat gebeuren. Het is nog een te gewoon portretje. Een te gewoon portretje? Ja, er moet nog wat speelsigheid in. En er moet nog een beetje dat, die andere kant die er ook is, die moet er ook nog even in komen. Ze lacht namelijk altijd, ze lacht de hele tijd naar mij. Ik weet niet of dat aan mij lag, maar we hadden een klik, ja. Het is zover. De grote dag is aangebroken. De kunstwerken zijn af. En zo dadelijk zal Erika Terpstra hier in het Geldmuseum in Utrecht moeten kiezen welk van de drie kunstwerken ze mee naar huis neemt. De doeken worden opgehangen voor de onthulling. Maar voordat het zover is, aandacht voor een bijzondere tentoonstelling. Ik sta hier met Renate van der Kuil. En zij is hoofdeducatie van het Geldmuseum in Utrecht. En wij staan op een bewegende tentoonstelling, zal ik maar zeggen. En die heet Baas gezocht, ontdek de ondernemer in jezelf. Wat is dit voor soort tentoonstelling? Allereerst, het is een experience. Hier kun je onderzoeken of je ondernemer, of je dat in je hebt. En dat kun je eigenlijk onderzoeken door op drie gebieden. Willen, kunnen en weten. En je kunt hier een test doen op die drie gebieden. En daarin kun je ontdekken, heb ik het in me? Zou ik het kunnen en wat weet ik er al van? En wat is het belang van deze tentoonstelling? Nou, uitgangspunt voor de experience is tweeledig. De werkeloosheid onder jongeren is heel hoog en daarnaast zijn er weinig jonge ondernemers. En wij proberen hiermee de potentieel in Nederland van jonge ondernemers te vergroten. Ja. En daarnaast is het voor jongeren een hele leuke manier om naar een museum te gaan. Dus we proberen ook de jongeren hier naartoe te trekken eigenlijk. Ja. En mede door Stichting Doen, met het geld van de Bank Giro Loterij, kunnen wij dit aanbieden. Dus ja. Dat is hartstikke mooi. Kunnen ze hun dromen onderzoeken? Ja, dat moeten ze vooral doen, want dan zijn mensen op hun best. Ook deze maand zijn er weer veel prijzen gewonnen door de deelnemers van de Bank Giro Loterij. Onder in beeld verschijnt een selectie van de winnende rekeningnummers van de prijzen, waaronder mooie cultuurreizen en zelfs de prijs van maar liefst 500.000 euro. En dan is het zover. De spanning is voelbaar, zowel bij de kunstenaars als bij Erika. Eindelijk zullen de doeken onthuld worden. Lieve kunstenaars, daar staan jullie eindelijk met jullie werk. En Erika gaat zo dadelijk kiezen. Was je op tijd klaar eigenlijk, Annelies? Ja, ik dacht het wel, vorige week.
Maar ik ben toch gisteren even verder gegaan. Hoe? Met een andere. Waarom? Omdat ik toch die ene niet zo helemaal goed vond toen ik Erika nog een keer op de televisie zag. Erik, ben je tevreden over wat je hebt staan daar? Ja, ik ben erg tevreden over het portret wat ik van Erika heb gemaakt, ja. Ja. Zo dadelijk staat Erika hier en die gaat kiezen. En ze kan er maar één mee naar huis nemen. Word je daar zenuwachtig van, Robin? Nou, zenuwachtig niet. Ik ben gelukkig met het resultaat. En ik ben blij dat we eigenlijk zo'n mooi gedifferentieerd aangebod hebben gemaakt. Ja, de keuze wordt niet makkelijk, hè? Misschien nee. Kies je jou wel niet, Erik. Nee, nou, het is natuurlijk heel erg persoonlijk. Dus nee, ik vind het niet heel erg als ze mij niet zou kiezen. Mede omdat ik gewoon erg tevreden ben met haar portret. Wij willen graag dat ze helemaal onafhankelijk en zonder beleefdheidsfrases gaat kiezen. En daarom moet ik jullie vragen om even in een andere ruimte te wachten. Zodra ze het weet, halen we jullie erbij. Okay. Heel mooi. Oké. Okay. Erika, eindelijk is het zover. Daar staan de drie schilderijen. Ik ben zo stikzenuwachtig. Nee, waarom? Ja, echt. Ten eerste, ik weet helemaal niet wat ik kan verwachten. En ten tweede, dat je er één uit moet zoeken. Ja. En daarmee dus de twee andere kunstenaars, denk ik, gewoon toch een beetje, ja, een beetje onrecht aandoet. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik hoop dat er iets bij is waarvan ik onmiddellijk zeg van wauw, dat is ie. Heb je er veel aan gedacht de afgelopen week? Ja, ik heb er heel veel aan gedacht. Het idee alleen al dat iemand op afstand bezig is met iets wat met jou te maken heeft, dat is heel gek. Ja. Zullen we gewoon maar eens spijkers met koppen gaan slaan? Want dan kan hij natuurlijk uren met je blijven staan kletsen. Straks mag je zo lang als je wil met je neus erbovenop staan. Kijk, ik was eigenlijk van plan om helemaal niks te zeggen. Zo ken ik je weer. Ik ga nummer 1 voor je onthullen. Willekeurige volgorde. Hier komt ze. Wat mooi. Oh, mens. Wat vind je zo mooi? Ik kijk een beetje naar mijn eigen ziel, geloof ik. Ik vind hem heel erg mooi. Dat is nummer 1. Ja. Als je keuze al gemaakt is, dan laat ik die anders. Nee, kom op. Oh, hij is wel erg mooi. En hier komt nummer 2. Erika Terpstra. Oh, kijk. Die is een beetje meer beschouwend. Ook wel heel mooi. Heel mooi. En totaal verschillend, die twee. Maar ook heel plezierig om te zien, hè? Ja. Ruk je los van deze twee, want hier komt nummer 3. Goed kijken. Nou ja. Ik word er stil van. Dit kan toch niet, jongens. Dit is toch onmogelijk om hier een keuze uit te maken? Ik geloof dat ik je met de schilderijen laat. Neem je tijd. Ga er zo dicht mogelijk bij staan als je wil. En heel veel plezier. Wat is dit moeilijk? Knap is dat. Nou ja. In alle drie de stukken, daar is met bezieling aan gewerkt. Jongen. Ze zijn wel heel lief voor me geweest, hè? Ik denk dat ik om alle drie een strik doe en ze alle drie mee naar huis neem. Ja, maar wat kiest Erika? Het bezielende schilderij van Robin? Het serene portret van Erik? Of het klassieke doek van Annelies? Mensen, hier staat een vrouw met een heel groot probleem. Erika? Absoluut. Ik heb ze alle drie bekeken en ik moet echt zeggen, met
diepste, diepste respect voor wat jullie hebben gemaakt. Het is ongelooflijk. Ik vind ze alle drie zo treffend en zo bijzonder. Dat ik heel lang heb zitten twijfelen van welke zou dan het beste nog bij mij thuis passen. Laat ik beginnen met jou, Erik. Je vertelde dat je een hele aparte techniek hebt. Nou, wat hieruit is gekomen is wel zo gruwelijk mooi. Dank je wel. Zo knap. Helemaal bijzonder. En dit portret, Annelies, dat is zo warm en zo knap, vind ik. Ongelooflijk. En dan het portret dat jij hebt gemaakt, Robin. Ik moet je zeggen, ik kan er ademloos naar kijken. En dan heb ik nog niet eens alle verklaring gekregen van wat er allemaal in staat. Hoe kan je hier nou een keuze uitmaken? Nee, nou, en dat moest ik dan toch doen, dat is helder. Ja. Het heeft wel lang geduurd. Ja, het heeft heel lang geduurd. Ik ben er heel dicht op gaan staan. Ik ben een eentje teruggelopen om het van te ver te bekijken. En ik was ontroerd omdat ieder stuk, daar kan je zien dat jullie je ziel erin hebben gelegd. En daarvoor verdienen jullie allemaal een hele dikke knuffel. Absoluut. Nu komt toch het moment waar je zo tegenop hebt gezien, dat je moet zeggen, ik neem er één mee, maar twee niet. Ja. Laten we de volgorde zo doen dat je zegt, welk schilderij neem je niet mee? Ja, nou, laat ik beginnen, Robin, om te zeggen dat ik vind het prachtig wat je hebt gemaakt. En de symboliek daarin is echt ontroerend. Maar ik vind dat ik hiermee een beetje te belangrijk word neergezet. Begrijp je dat? Ik vind het een beetje, ja, ik vind het zo prachtig. Maar je neemt hem niet mee? Maar ik neem hem niet mee. Wat neem je nog meer niet mee? Ja, nou ja, dan kom ik dus uit die twee. Ja. En net zo moeilijk als die keuze was, is de keuze hieruit. En toen heb ik eigenlijk maar gedacht van, wat past er dan het... Ik vind ze alle twee zo mooi. En ze hebben alle twee een hele andere zeggingskracht, hè? Maar ik dacht, wat past er dan het beste in mijn interieur, om het maar even te zeggen. En dan past blauw er niet in. Oh. En dat spijt me heel erg, want ik vind het zo een lief portret. Het had mijn zus wel kunnen zijn. Maar je hebt helemaal geen zus. Nee, jawel, ik heb wel een zus. Oh, pardon. Nee, maar dat betekent? Dat ik heel graag met dit schilderij, wat hartverwarmend is, dat ik dat graag meeneem. Nou. Nou. Dank je wel. Heel veel plezier ermee. Wat was de keus vandaag weer moeilijk? Met pijn in haar hart heeft Erika één van de drie schilderijen uitgekozen. De andere twee die worden geveild voor een goed doel. Kijk even op onze website als u daar het fijne van wil weten. En wie weet is één van die portretten binnenkort misschien wel van u. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Bankgiro Loterij.